Hallo, hier is Not a Park weer met opnieuw nieuws over The Hatchling. Gisteren verscheen dit bericht op de Facebookpagina van The Hatchling: Something is amiss in Pine Ridge. Stay tuned, the teaser for The Hatchling is coming this Friday. Op vrijdag de 13e, dus. Waarschijnlijk met opzet. Geen algehele release van de short op mijn verjaardag, dus vandaag, maar ik ben een geduldig mens. Wat me opvalt. Aan de afbeelding zijn twee dingen. Als eerste, de hatchlingskop lijkt op die van een hadrosaurus, een herbivore, een planteneter. Maar de rest van het lijf, en zeker de poten, lijken meer op dat van een carnivore, een vleeseter. Ook die hele grote theropode-dinosaurus ziet er duidelijk uit als één van wie je liever wegrent. Tenminste, wat poten en klauwen betreft. Als tweede, rechts boven in de hoek zien we een half plaatje. Van de Fish and Wildlife Department. Met een pterosaurus en een, ik denk de achterkant van een Triceratops of mogelijk dat van een Parasaurolophus. Maar dit doet me denken aan Jurassic World Dominion. In het tweede deel van de proloog van die film maakten deze mensen van de Fish and Wildlife Department jacht op de T-Rex. Dus wat kan dit plaatje betekenen? Zal deze short film enigszins. Jurassic World Dominion gerelateerd zijn? En heeft het Something is Amiss in Pine Ridge te maken met een hybride dinosaurus? Of, en daar lijkt het nog het meest op, gaat het hier om een Deinogeirus? Dat is een theropode dinosaurus die te vergelijken is met de Therizinosaurus. Waarschijnlijk zullen we morgen, naar aanleiding van de teaser, meer te weten komen over de Hatchling. Word vervolgd hier op Not a Park Egg. Like en subscribe voor meer informatie over deze upcoming short dinosaur movie. Tot de volgende keer.